Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you're all doing well. Today I am challenging myself. It's been so requested over the last couple of years for me to do a video in Dutch, and I'm finally just gonna do it. I think it's gonna be very awkward because I'm not used to speaking Dutch to my camera, so I'm not exactly sure how it's gonna go, but I thought I'd do a casual video and do a Q&A. So on my Instagram I asked you for some questions. I'm going to answer them in Dutch just so I've got something to talk about, because usually, you know, people ask me like, oh, say something in Dutch, and I'm always like, well, I have no idea what to say. Also, I want to quickly point out that I've lived in Scotland for 5 years and I'm also from the south, so if some words come out a bit English, or if you are from up north in the Netherlands, you are gonna hear an accent, I think. I will also make sure to add English subtitles so everybody can just watch along and you will still know what I'm saying. So with that being said, let's go straight into the video. We beginnen very simple met de vraag hoe oud ik ben. Ik ben 26. En je hoort ook al gelijk de zachte G, dus leuk, gezellig. En ook de vraag waar ik vandaan kom. En oorspronkelijk ben ik van Limburg, wat je waarschijnlijk wel kunt horen aan mijn accent. De volgende vraag is stroopwafel of bossenbol. Nu moet ik heel eerlijk zijn, ik vind bossenbollen echt niet lekker. Het is een beetje te veel slagroom voor mij, dus stroopwafel, heel makkelijk. De volgende vraag is, spreek ik ook andere talen dan alleen Nederlands en Engels? Ja, ik spreek ook het Limburgs dialect, ik ga zo automatisch om naar het Engels, het is niet normaal. Maar ik spreek dus ook Limburgs dialect en een heel klein beetje Duits. En joh, voor dat je vragen over kreeg, ik ken ook Limburgs kallen. Ik vroeg me af of jullie kunnen horen hoe ik vandaan kom. Want het Limburgs dialect is natuurlijk per regio een beetje anders. Nu moet ik wel eerlijk zijn, ik heb een beetje een mengelmoes van verschillende regio's. Want ik heb vriendinnen die uit andere regio komen dan mijn familie. Dus het mengt zich wel een beetje, maar als je een idee hebt, laat het onder in de comments achter. De volgende vraag is, wat is het beste aan het wonen in Schotland? Ik woon dus al 5 jaar in Schotland en het fijnste vind ik denk ik dat ik me hier heel erg thuis voel. Ik vind de taal geweldig, ik vind het accent geweldig. Er is hier heel veel cultuur en geschiedenis, wat ik heel erg leuk vind. En ja, ik denk dat dat het leukste is. Een ander ding dat ik echt geweldig vind aan Schotland is, de natuur is hier echt prachtig. Natuurlijk is Nederland een heel erg vlak land. Het is erg plat. En ik woon in Stirling. En dat bevindt zich op de grens met de Hooglanden. Dus vanaf hier heb je heel veel heuvels en bergen. En ik vind het echt geweldig, want dat heb je thuis niet. En ja, ik denk dat dat voor mij het leukste is. Het minst leuke, zal ik ook gelijk vertellen, is het weer. Ik ben echt een zomermens. En ik hou van de zon, ik hou van warmte. Ik hou niet zo van de regen. Nou, in Schotland regent het nogal vaak. Het is best wel koud vaak ook. Dus het weer vind ik denk ik wel het minst. Dan de volgende vraag is, neem je ook wel eens stroopwafels mee als je in Nederland bent geweest? Natuurlijk is het op dit moment moeilijker om op en neer naar huis te gaan. Dat vind ik wel echt heel vervelend. Ik denk dat iedereen die in het buitenland woont of ver van familie vandaan woont, dat het wel heel erg moeilijk vindt, vooral in deze tijden. Maar om het antwoord te geven op de vraag. Ja, ik neem vaak wel stroopwafels mee als ik naar Nederland ben geweest. Ik neem vaak ook peperkoek mee en andere dingen die je hier niet kunt krijgen. Nu kun je hier wel stroopwafels krijgen bij Sainsbury's volgens mij. Dus voor stroopwafels hoef ik niet ver te gaan, maar ze zijn hier natuurlijk een stuk duurder dan thuis. Dus ja, vaak neem ik wel lekkere dingen mee, zoals ook stroopwafels. Dan deze vraag vind ik wel heel erg leuk. Mis je het fietsen in Nederland? En ja, dat mis ik echt. Ik heb hier geen auto. Ik kan wel auto rijden, maar ik heb hier geen auto. En fietsen is hier dus echt gewoon niet hetzelfde. En natuurlijk is in Nederland er bijna alles wel opgemaakt voor het fietsen. En hier zijn ze wel mee bezig om fietsen veiliger te maken. Maar ja, de heuvels, ik kan het niet hoor.
ik kom dan helemaal bezweet overal aan. En ik heb zoiets van, ja, dan wandel ik liever dan dat ik de fiets pak. Dus ja, ik mis het fietsen in Nederland zeker. En als ik thuis ben, dan vind ik het ook altijd super fijn om even de fiets te pakken om naar de stad te gaan. Dus ja, ik mis het wel. De volgende vraag is, ben je verliefd? En ik denk dat dit komt van een foto die ik laatst heb gepost op Instagram. Het korte antwoord is ja. Ik vertel er niet heel veel over. Op dit moment heb ik zoiets van, ik vind het nog een beetje privé. Ik vind het ook best wel lastig om te besluiten of ik dat wil delen op het internet. En hoeveel ik dan wil delen. Want ja, het is wel het internet. En ik heb vaak genoeg gezien bij andere mensen die op YouTube zitten of op Instagram. Die een relatie hebben en dan gaat dat uit. En dan is het een heel groot drama. Een veel groter drama dan het eigenlijk hoeft te zijn. Dus ik denk er nog even over na over hoeveel ik wil delen over dit onderwerp. Maar ja, ik ben wel verliefd. De volgende vraag is, wat heb je gestudeerd? Ik denk dat jullie dit misschien wel al weten. Maar ik heb eerst de lerarenopleiding gedaan bij het Fontys. En toen heb ik daarna in Schotland mijn master gedaan. Ook in het lesgeven van Engels als een vreemde taal. En dan de vraag die daar een beetje op aansluit is, wat heeft je doen besluiten om in Schotland te blijven? Ik heb het er wel al vaker verteld, maar tegen het einde van mijn opleiding kwam ik er eigenlijk achter dat ik dit soort dingen zoals video's maken en social media gewoon echt heel erg leuk vind. En ik wou daar heel graag mee verder. Ik heb toen op banen gesolliciteerd in Nederland en in Schotland. En in Schotland heb ik mijn droombaan gekregen eigenlijk. Dus dat is de enige reden dat ik toen echt gebleven ben. Natuurlijk ben ik nu wel meer gesetteld en ik vind mijn baan nog steeds geweldig. Dus ik krijg ook vaak de vraag of ik dan over een paar jaar weer terug naar huis ga. Maar om eerlijk te zijn denk ik daar niet heel veel over na. Want ik denk dat dat alleen maar stress oplevert. Want ik weet het gewoon niet. Dat is het hele korte antwoord. Ik vind het fijn om hier te wonen. Ik zou het ook fijn vinden om dichter bij familie te wonen en met mijn vrienden thuis. Maar ja, ik zie dus wel waar het schip strandt. En dan de laatste vraag, want ik denk dat deze video anders een beetje lang wordt. Is wat deed je of doe je als je heimwee hebt, had? De vraag die gesteld is gaat over de tijd toen ik nog in het buitenland studeerde. Maar ik woon dus nog steeds in het buitenland, dus ik zie deze vraag een beetje nog steeds als relevant tot mijn leven nu. Dus wat doe ik als ik heimwee heb? Ik heb niet zo heel vaak heimwee, moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk mis ik dingen van thuis en ik mis vrienden en familie. Ik denk dat dat wel het ergste is, dat ik vrienden en familie mis. Maar toen ik nog studeerde en voor deze hele situatie, ik ga het niet bij naam noemen, want YouTube vindt dat niet zo fijn. Dus voor deze situatie kon ik best wel vaak gewoon naar huis. Een vlucht vanuit Schotland naar Eindhoven, want dat is dan dichter bij mij thuis, is maar 1,5 uur of zo. En de vluchten met Ryanair zijn ook niet heel erg duur. Dus ik kon best wel vaak naar huis. En ik vond dat best wel te overzien. Natuurlijk, nu is het een beetje anders. Dus ik probeer wel met vriendinnen te facetimen of met mijn ouders. En er zijn nu natuurlijk heel veel apps en zo waar je dan samen spelletjes kunt spelen. Dus op zich vind ik het wel fijn dat er nu heel veel manieren zijn om in contact te blijven met anderen. En ik denk dat ik straks, als dit allemaal voorbij is, die manier ook nog steeds zal blijven gebruiken. Maar ja, ik ben niet echt een persoon die super eigen heimwee krijgt. Ik was ook vroeger altijd al een kind dat altijd uit wou gaan logeren. Dus het zit niet echt in me, denk ik, om echt heimwee te krijgen. Maar als ik een tip zou moeten geven aan iemand die in het buitenland gaat studeren en die het wel nogal spannend vindt en wel snel heimwee heeft, zou ik zeggen gewoon iedere week een paar keer inplannen dat je met je ouders of met je vriendinnen thuis belt. En ik zou het ook echt aanraden om dingen van thuis mee te nemen die je aan thuis doen denken. Ik vind namelijk nog wel vaak met studentenkamers dat ze niet erg gezellig zijn. En er is natuurlijk helemaal niks qua aankleding. Dus ik zal ook even hierboven een video linken met hoe ik mijn kamer zou aankleden als ik naar de uni zou gaan. En dat maakt het wel gewoon een heel fijne kamer om in te zijn. En ik denk dat dat ook wel heel erg helpt. Als je echt een kamertje hebt waar je je in thuis voelt, kan dat enorm helpen. Ook nog een tip is, als er een studentenvereniging is voor internationale studenten, zou ik ook echt aanraden om daarbij te gaan. Want iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje. Dus
als je dan heimwee hebt, kun je met hun er ook heel goed over praten. Want hun weten dan ook waar je het over hebt. Dit waren dan alle vragen die ik vandaag ga beantwoorden. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je hem leuk vond, geef hem dan een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, dan kan dat hieronder. Ik ben benieuwd wat ik van deze video ga vinden als ik hem geëdit heb. Het voelt waarschijnlijk echt super ongemakkelijk om mezelf zo te horen. Want natuurlijk, ik luister best wel vaak naar mezelf als ik Engels praat. Maar ik hoor mezelf niet zo heel vaak Nederlands praten. Dus dat wordt interessant. Maar ja, ik hoop dat je deze video leuk vond. En dan zie ik je snel weer. Doei!